Nabord, die onthullen ze de na-uitkijk. Nabord, die moet je aan, dat je de bezig aan haar woko, fuking, na Saramaka kanaal. Na kanaal de, dan amon sorgo gi nu okasi, voor watertransport, voor ga machine, of voor udo, ik heb haar bij jafosi. Maar ook to toerisme, kafene pezi, samasayang. Eta keboto e koi a nya sara maka kanale lukusani. En zo minister Riad Noor Mohamed kei kwa fesi. Ne me kede fene belangrijk fu onderhou en king na sara maka kanal fu jewan yung fesi. Assemblee membe masa jogi fu sara maka dan ataki taki a projecte a wabun project. En a wan project di beina ikataki na ayunu anga kono flow tori. Maar dat is een serieus project die is duurzaam en die moet verbeteren ook door het ontwateringssysteem voor Paramaribo, Wanica en Saramaca. Maar ik wil je zeggen dat mooi vallen. Dit project zou eerder beginnen. Toen president Santokki aantrad als president, zei hij dat hij een land heeft overgenomen waar nauwelijks de salarissen van ambtenaren betaald konden worden. En hij zei, ik heb vertrouwen ingezet. En de ingezette vertrouwen heeft resultaten opgeleverd. De hoge functionaris van de Wereldbank heeft Suriname bezocht en heeft ook een gesprek gehad met de president. Wanneer de regering onder aanvoering van president Santokki erin slaagt om nationaal en internationaal het vertrouwen, welke bijzonder kapot was geslagen, te herwinnen, daden en handelingen te verrichten daartoe, staan wij vandaag hier bij een project dat wordt gefinancierd door de Wereldbank als gevolg van het hersteld vertrouwen, niet alleen in het bestuur van het land, maar ook in de leiding van de regering. Vertrouwen in ons financieel systeem, vertrouwen in ons monetair systeem. U ziet waar de koers naartoe gaat vandaag. Vandaag klagen we niet. En vertrouwen ook van internationale organisaties zoals de Caribbean Development Bank, de Wereldbank heb ik genoemd, de IDB, die ook een heleboel projecten voor uitvoering ondersteunt in Suriname. Ik denk dat dit de weg is. Welke waarvoor wij hebben gekozen met deze regering, nogmaals onder aanvoering van onze president, en dat dit moeten continueren. Hier worden een aantal aspecten onder de aandacht gebracht. Wat mij bijzonder interesseert is namelijk de ontwatering van de gebieden die onder water lopen. En meneer Mohan, u zit lang op het ministerie van Openbare Werken en u kent de tijd van 2000-2005, toen wij elke dag daar liepen met een laars. En minister, het resultaat was de bouw van een pompgemaal in de erfpachtspolder en de bouw van een pompgemaal in de uitkijkpolder. Dat heeft gemaakt dat mensen in Jerikaba Wooncentrum, mensen in de uitkijkpolder niet meer onder water lopen. Met de volledige uitvoering van dit project, zoals hier wordt aangegeven in alle fases, hopen wij ook dat de mensen van Leidingen niet meer onder water lopen. We hopen ook dat inderdaad het besluit wordt genomen dat de pompgemaal hier komt, zodat ook, want u hebt een situatie hier waar bij hoge vloed het water juist vanuit de rivier stroomt richting de percelen van de mensen. Dus niet alleen de kunstwerken moeten aangepakt worden, ik neem aan dat dat in het project is, directeur, maar ook de oeververbinding, de oeververdediging, dat enorm belangrijk is. En Suriname is een van de landen in de wereld dat bijzonder gevoelig is voor klimaatsverandering. Een ander aspect wat dit project ook in zich herbergt is namelijk het beschermen van landbouwgebieden van mensen. En we praten elke dag over productie, we praten elke dag over volumevergroting, we praten over exportbevordering, we praten over ondernemerschap. We hebben bijna 7 maanden droogte. En het is misschien makkelijker om te surviven in die droogte. Maar het kan ook zo zijn dat we 7 maanden neerslag kunnen krijgen. Dit project, mensen, is een bijzonder belangrijk project.
Het geeft je geen aardappel. Het geeft je geen uien. Het geeft je geen pakketten. Maar het is een project dat duurzaam is en gericht is op het bieden van kansen en mogelijkheden voor u als burger om zich inderdaad duurzaam te kunnen ontplooien. U hebt net gezien het plaatje van directeur Mohan, waar is aangegeven de kansen van huizen die onder water zullen lopen en in welke mate ze onder water kunnen lopen. En niks is zo plezierig en minder plezierig en lastig wanneer u thuis aankomt dat uw huis onder water is. Wanneer u 2 weken en 3 weken door het water moet lopen, minister. En dat was ook het geval in Yarikaba Wooncentrum. En ik heb mijn aanvloed aangewend, zoals eerder zei, om die 2 pompen te laten bouwen. Vandaag loopt Yarikaba Wooncentrum niet onder water. U kent de situatie, u was erbij. Dus mensen, dit project. En inderdaad, meneer Kalu, kan de vraag gesteld worden. Jullie zijn bezig, maar ik zie jullie niet. Maar de resultaten van dit project zal de samenleving zien. Het heeft impact op de toekomst en dit is een verdediging, figuurlijk bedoeld, zeker tegen die klimaatsverandering die niet gaat stoppen, maar zeker zal komen. En dat wij het voortvarend vinden van het ministerie van Openbare, minister, bedankt en gefeliciteerd, maar ook van die regering, dat de regering het besluit heeft genomen om in zee te gaan en dit goed project inderdaad uit te voeren, toch? In het belang van die samenleving en ook natuurlijk Saramaka hoort erbij, omdat wij nu staan in Saramaka, ook de mensen van Saramaka in andere gebieden, maar er is veel meer, minister, dan gedaan moet worden. Wij weten dat we beperkingen hebben financieel, we voeren een programma uit waar je heel veel discipline aan de dag moet leggen qua uitgaves, maar ik denk dat we op de goede weg zijn, een goede spoor zijn en laat het zo zijn. Wanneer wij de uitkomsten van dit project willen verwelkomen en toejuichen, is daarvoor ook continuïteit van goed beleid en goed bestuur nodig. En daarom is het nodig dat mensen die het werk goed doen, blijven aanzitten. En ik denk dat president Santokhi het werk goed doet. Er zijn kritieke mensen, niet iedereen is eens, dat kan. Maar de richting die is ingezet, het pad dat we bewandelen, de resultaten die worden neergezegd, zijn in het belang van die totale samenleving, van onze economie. Nogmaals, dit project geeft u geen aardappelen en uien. Dit project is duurzaam. En laten we gaan voor duurzaamheid in Suriname. En laten we dit project, maar ook meerdere projecten als deze, verwelkomen en koesteren. En dat kan alleen, nogmaals, wanneer er goed bestuur is, wanneer er vertrouwen is in de leiding van het land. En dat is er. En dat is ook een kabaan voor de kongen, dat is ook een kabaan voor de kongen. Dat is ook een kabaan voor de kongen. Dat is ook een kabaan voor de kongen.